Meneer Windhausen was aan de telefoon. En ik weet nog goed dat mijn moeder zei, denk erom, Windhausen, dat is een Duitse naam. Ik was de jongste van de 9, dus we waren met 11. Dat was de crisistijd. Maar we zijn niks tekort gekomen. Maar mijn moeder die werkte er ook bij, die naaide kleren voor kennissen, et cetera. Zondags 2 keer naar de mis en 's middags naar het los. Elke dag naar de kerk, weer of geen weer, want er waren behoorlijke winters met veel sneeuw. En dan waren wij de eerste die door de sneeuw liepen. Ja. Vader was timmerman, had een timmerbedrijf. Mijn vader had TB. Wij konden niet op de vlucht, want vader die kon niet mee. Dus wij hebben in de kelder bij ons dus ruimte gemaakt dat we konden zitten. En daar zijn we dus verschillende nachten in, hebben we daarin doorgebracht. 12 mei was Pinksteren. Dus wij probeerden naar de kerk te gaan. Ja, er was natuurlijk niemand in de kerk, dus we zijn onverrichte zaken weer teruggegaan. En 's middags trokken de eerste wagens, auto's met Duitsers trokken voorbij. Er zijn toen vliegtuigen overgekomen en er is er één waar in de buurt van Prinsenhagen gevallen. En toen moest er een vader een kist van moeten maken. Een doodskist, ja, een heel eenvoudige. En toen moesten ze zo snel mogelijk begraven worden, laat ik het zo zeggen. Dat was een Duits vliegtuig. Een Duits vliegtuig, ja. Mijn broer was centamateur. Waar ging het over? Verbinding maken met andere landen. Er werden rapporten uitgewisseld van hoe hard kom je door, is er veel storing. Met wat voor spullen werk je. En op een gegeven ogenblik lag er een brief in de bus. En hij was heel moeilijk te ontcijferen. Maar die was gericht aan onze Henk, aan mijn broer, PNLZB. Want in de zenderij werd er niet over namen gesproken, maar alleen over roepnamen. Dus Henk was PNLZB. Hè? En je had HB, dat was Otte. En waren er verschillende. En die man wilde in contact komen met onze Henk. En daar is contact geweest. Maar dat bleek achteraf een toekomstige NSB'er te zijn. Of een SS'er zelfs. Want, SDAP'er, zo moet ik het zeggen. Want je had verschil, hè. Dat was verschil, SDAP, die had die blauwe, die bruine uniformen. Maar die heeft geprobeerd om Henk over te halen om te spioneren voor de Duitsers. Uw broers, kregen die oproepen voor de arbeidsinzet? Onze Henk niet, onze Jozef wel. En toen kregen we, want dat was 42, hè. En toen kregen we natuurlijk het dilemma, wat moeten we doen? Want als Jozef ook gaat onderduiken, dan kan broer het ondergrondse werk niet meer doen. Want die hoefde nou nog niet onder te duiken. Dus toen is er besloten, Jozef zou in dienst gaan, dus de arbeidseinzet. Henk die werkte niet meer in de zaak. Die was eigenlijk 's morgens vroeg al weg met de trein. Want die ging in het land zenders afregelen. En dat was zijn werk aanvankelijk. Je had de OD, je had de knapploeg, de KP. En zo had je verschillende. En die hoofden die moesten in samenwerking met zendamateurs, konden ze elkaar dus berichten doorgeven. Mijn moeder wist het van begin af aan. Op een gegeven ogenblik was het zo, wij hadden nog geen telefoon. Onze buren, de familie Lomans, wel.
En op een gegeven moment kwam iemand van de familie Lomans, kwam Henk roepen, want er was meneer Windhausen was aan de telefoon. En ik weet nog goed dat mijn moeder zei, denk erom, Windhausen, dat is zo'n Duitse naam. Maar Henk wist het, want dat was Paul Windhausen. Die heeft hem dus overgehaald om dat werk te gaan doen. Henk was ook timmerman dus, hè, van beroep. Wij hadden als klant mevrouw Vlekke, die op de villa woonde, op de Vloeiweide. Dus daar ging Henk elke morgen op de fiets naartoe, werkte daar, maar kwam ook in aanraking met Neefs, de boswachter. En daar was hij nog een goede vrienden mee. En daar is dus het idee geopperd om, als het nodig is, daar een post in te richten. En dat is dus gebeurd. Dit was maart 1944. En dus van die dag af is Henk op de Vloeiweide, heeft hij daar geslapen. En hij kwam wel eens een enkele keer 's avonds op de fiets naar huis. Hij liet de snel groeien en hij droeg een bril. Dus men wist dat hij ondergedoken was. Dus wilde hij niet gezien worden. Ik ben dus op de Vloeiweide met de douwwagen geweest met hout. Want we hebben daar een schuilkelder gegraven. Henk en ik hebben daar een grote schuilkelder gegraven. En daar moest ook hout voor komen. Voor banken en dat je er iets op kunt zetten, et cetera. Dus dat heb ik daar naartoe gebracht. Het was de bedoeling dat als er de vijand zou komen, dat men daar naartoe kon. Je zag alleen een heuveltje. Dolle Dinsdag, dat was het sein dat de post bemand zou moeten worden. Dus toen kwamen er, van alle kanten kwamen er, en zodoende kwamen die 17 man. Want ja, de bevrijding kon elk ogenblik gebeuren. Toen heb ik voor het eten gezorgd, dat wil zeggen. Ik ging 's morgens met de trekwagen in een korte broek, want ik was toen 17. En ja, je werd, dat was in die tijd, dat kunnen de mensen zich niet voorstellen, maar als er Duitsers langskwamen, dan had je de kans dat ze je oppakten, in de auto's zetten en meenamen. Zo was die tijd. Dus ik had een korte broek met de trekwagen, een bolderkar en onder andere naar de Hero, van de Haagweg naar de Hero, daar spullen in laden. Toen naar Cornelis Verdonk, die had een winkel op de Haagdijk en een grossierderij aan de Leuvenerstraat. En daar werd surrogaat, koffie en et cetera, dat ingeladen, suiker. En nou, dan naar huis, eten en 's middags naar de Vloeiweide. Heeft de radiopost nog gefunctioneerd? Dat weet ik niet, want daar ben ik niet bij geweest. Ik weet wel dat toen ik de laatste dag, dus 3 oktober daar geweest ben, wij hadden toen een hondje en dat was meegelopen. En dat was op de schoot van Henk gekropen. En die zat achter de seinsleutel. Hij zei, god, door Tommy heb ik een bericht gemist. De mensen bij de Hero, wist die waar het om ging? Ik moest me bij een bepaald persoon melden. En ja, die had een bepaalde kleding aan, laat ik het zo zeggen. En, want namen wist ik ook niet. Hoefde ik ook niet te weten. Maar dus hij zag mij, kom maar mee. En ik weet wel de laatste, want de 3 oktober ben ik daar nog geweest. 4 oktober is gebeurd en 3 oktober heb ik nog een volle wagen. Met waren drie plakken. Ongeveer zo groot, ingevroren boerenkoolstamp. Ik zal het nooit vergeten. Ja, die lagen onderop en daar moest dan, ja,
Ja, een hele gekke tijd was het toen.